In deze video wil ik jullie even laten zien hoe je een avocado schoonmaakt voor guacamole. Je snijdt hem door midden, draai hem. Dan pak je met het mes de pit eruit. En nu kan je met een lepel, vooral als hij goed rijp is, kan je heel makkelijk dat vruchtvlees eruit lepelen. En kijk, voor guacamole snij je hem fijn, maar stel dat je een salade maakt, ja, dan kan je hem ook heel mooi bijvoorbeeld in plakjes snijden. Nou, voor guacamole snij ik hem eerst in plakjes en daarna hak ik die plakjes fijn. En dan ga ik er straks met een vork nog doorheen om het echt goed fijn te maken.